Het ministerie van Defensie heeft vandaag een aantal actieve en gepensioneerde militairen gedecoreerd. De jubilarissen en gepensioneerden kregen een gouden medaille voor hun trouwe dienst. Deze groep militairen en gepensioneerden moest sinds 2016 worden gehuldigd voor respectievelijk 25, 30 en 35 jaren trouwe dienst. Minister Krishnakumari Mathura van Defensie bood aan deze groep haar verontschuldigingen aan, omdat zij jaren moesten wachten op hetgeen zij wettelijk verdienen. Het ontberen van de huldiging is niet aan de militairen te wijten, echter is het volgens de bewindsvrouwen geen moment om naar schuldigen te zoeken, maar om zaken die zijn blijven liggen op te pakken. We nemen verantwoordelijkheid en we pakken op en we kijken naar de toekomst. En wat de bevelhebber heeft aangegeven, we zetten een nieuw tijdperk in. Een nieuw tijdperk waar we achterstanden inhalen. Waar we mensen geven waarop ze aanspraak maken. Want ik geloof dat je de meest moderne machines mag hebben. Alle geld van de wereld mag hebben. Maar als jouw mensen niet tevreden zijn, niet gemotiveerd zijn, niet de juiste kennis, vaardigheden en beroepshouding hebben, dat je niet in staat zal zijn de doelen te realiseren. Resultaten neerzetten, doelen realiseren, begint met mensen. Begint met je medewerkers. Begint met medewerkers die beseffen wat hun rol en wat hun verantwoordelijkheid is. Kolonel Henry van Axeldongen, waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, haalde aan dat mede door de inzet van onder andere deze militairen de defensieorganisatie stand heeft gehouden. Het werk is niet altijd even gemakkelijk geweest. De ervaring leert ons dat zij die hier zo staan en zij die hiervoor in aanmerking zijn gekomen, aan trouwe dienst hebben bijgedragen dat deze organisatie nog staande houdt. Ik wil onze hartgrondige dank aan zij die hun schouders onder het werk hebben gezet om dit alles staande te houden. U weet zelf dat de periode daarvoor, 20 jaar terug, 25 jaar terug en zelfs 30 jaar terug, niet de meest ideale jaren waren. Het waren harde jaren. Jaren van gemotiveerd zijn om aan het werk te komen. De omstandigheden liggen er niet om. Minister Mathura zegt dat nu de achterstanden worden ingelopen voor het huldigen van jubilarissen en gepensioneerden. En dat de jubilarissen van 2021 nog even zullen moeten wachten.